Dat is Ingmar Glirum. Leuk dat je er bent, man. Maar met een luchtballon bijvoorbeeld, ja? Duur je er veel langer over. Oké. En door. Dat zou ik niet doen, nee. Nee, toch? Ik ga snel door naar Ingmar, want die zit hier aan de andere kant. Dat is Ingmar Glirum. En ik weet niet of die naam je wat zegt, maar dat liedje, dat hebben we nu de afgelopen dagen als laatste plaat ook gedraaid. Ik denk een meer prominente plek kan ik niet bedenken. Te gek. Voor maar ook een te gek liedje. Dank Dropping the Ball, zo heet het. Ik kreeg het in handen. Ik denk, joh, wat is dit? En ik ging eens kijken. Ingmar Glirum. Ik denk, ja, die achternaam, die komt mij wel bekend voor. Oh ja. Is Ernst? Ja, dat is mijn oom, Ernst. Is je oom? Ja. En hij is bassist, Boy Edgar-prijswinnaar. Ik wil niet de minste. Ja. Maar toch, muzikaal kan ik het ook weer niet helemaal matchen wat jullie doen. Nou, het is ook niet zo dat, dat het dan oom Ernst is en dat ik, oh, nu ga ik ook... Nee, dat maar, maar het helpt wel mee. Het is heel leuk. Hij heeft bijvoorbeeld ook op mijn eindexamen meegespeeld. En dat is... dat was te gek. Wauw. Heel even, voor mensen die het liedje niet gehoord hebben... ik kan het zelf proberen, maar misschien moet je het zelf even omschrijven. Wat voor muziek je maakt, is misschien de allerbeste. Ik zou het omschrijven als moderne soul. Het is soulmuziek, maar het is modern. Het klinkt niet als oude soul. Terwijl ik wel veel invloeden hoor van vroeger. En even afgaan op die single, die Dropping the Ball. Ik had het daar gisteren toevallig met Cheryl over. Cheryl Samson, die is gek van alle oldschool en ethisch en swingbeat en zo. En ik hoor eigenlijk wat dingen daarvan in die single. Dat in ieder klopt, geval. Ja. Terwijl dat, dat hoeft geen belemmering te zijn hoor, dat weet ik inmiddels. Maar dat speelt zich volgens mij allemaal na voor jouw tijd af, denk ik. Ja. Hoe oud ben je? Nou ja, met oud bedoel ik natuurlijk ook, weet je wel, eerder Sam en Dave en Marvin Gaye. Dat speelde zich zeer zeker voor jouw tijd af. Dus ik ben van 89. Dus dat is zeker voor en tijdens mijn geboorte. Ja, maar die liedjes die je speelt, die heb je wel allemaal zelf geschreven. Ik zat over jou te lezen en het fascineerde me wel. Dat beeld dat jij vroeger, zo las ik het, dat je eigenlijk huiswerk zou moeten maken. Maar dat je naar boven ging, naar je kamertje. Dat je dacht, fuck it, ik ga gewoon liedjes schrijven en spelen ook. Ja, dat klopt. Dat is een soort... een soort natuurlijke weg dat het daar naartoe moet. Dat de energie daar naartoe moet. Dat is nog steeds zo dat moet. Is het met school wel goed gekomen? Vroeg ik me wel meteen af. Het is hartstikke goed gekomen. Oh, gelukkig maar. Met horten en stoten, maar het is goed gekomen. En met die liedjes ook? Want die liedjes die je toen schreef, zijn dat liedjes die je nu nog steeds met je meeneemt? Sommige ervan. Het is wel zo dat... Het heeft natuurlijk een ontwikkeling, dus de meeste dingen die beschouw ik gewoon zo van, oh ja, zo deed ik dat toen. En nu doe ik het anders. En nu doe ik het anders. En een heel enkel liedje speel ik nog. Hey, het resulteert wel in een album dat er nog niet is, maar dat er wel bijna is, volgens mij. Ja, absoluut. In welke fase zit je nu met het album? Nou, het hoesje is af en de muziek is allemaal af. Oh, dat is ook wel handig. En dat is in mijn hoofd al een soort van een given. Omdat ik de hele tijd denk, ja, die muziek is af, yes. Ja. Nu komt al het randwerk, daar zijn we nu mee bezig. En 13 mei, dan is de release datum. En dat is een heel leuk verjaardagscadeautje, want dan ben ik ook jarig. Dan ben je jarig. Wat goed. Nou, alvast gefeliciteerd met mijn moeder ook, hè? Is ook jarig dan. Ja? Dus dat is een mooi cadeau alvast voor mijn moeder. Ja, Stevie Wonder trouwens ook, hè? Is dat zo? Is ook op 13 mei jarig. Hey. Ja. Kijk. Nou, je kunt slechtere linken hebben in de muziekgeschiedenis. Ja, grappig is dat, hè? Ja. Ja. Ingmar, superleuk dat je er bent vanochtend. Je bent hier zeker niet alleen, hè? Want de gang staat vol. De gang staat vol, inderdaad, ja. Met de Ingmar Glirum Band, want zo heet het ook officieel, hè? Yes, ja. Met gitaar, toetsen, drums, bas en... heb je alle drie de zangeressen mee? Ja, er zit eentje die is verhinderd. Maar misschien dat we die zo meteen nog om de hoek... kunnen zien komen lopen. Dat is interessant. Maar we doen het vaak genoeg ook met twee. Dus normaal gesproken echt drie achtergrondzangers. Wauw. De hele band, de Ingmar Glirum Band. Yes. En ook te zien, ook voor jou thuis ook, want radio6.nl. Zetten wij de camera's op de gang, dan stuur ik jou, Ingmar, snel naar de gang. Voor, ik denk, de nieuwe single. Ja. Dropping the Ball. Ja, yeah. Here comes. Ga je gang, man. Snel de gang op, koptelefoon af. Ja, radio6.nl, daar richten wij nu onze camera's op. En dan zwaait Rudy even naar de hele band. Dat heb ik nog niet eens gedaan. Het is nieuw talent. En wat een goed liedje. Luister.